Dat zal wel weer. Wat is het nou? Dag 4, mijn podcast 5. Ja, ik kan het ook al niet meer volgen. Hè. Ja, het is laat. Het is gewoon weer vier. Tien over vier. Ja. ja. Maar ja. Ik zou, een, ik zou zelfs denken dat het later was maar het is. Wat is het? Het is wel kwart voor vijf toch? Mensen luisteren even terug en geven even een comment. We zijn echt te moe om dat nog te gaan doen. Ja. Ik heb ook echt het gevoel dat mijn stem echt zo uh, ja, verschrikkelijk Dat klinkt. mag ook wel na vier dagen festival. Want vandaag was het tijd voor de laatste dag. En dat noemen ze dan niet meer Eurosonic, maar Noorderslag. Waarmee het hele festival Eurosonic Noorderslag. Yep. Het is een beetje onevenredig verdeeld. Ja, maar... ik, ik dacht echt dat Noorderslag een beetje hetzelfde ging zijn. En als het al anders was... Minder vermoeiend, maar nee, <laughs> het is een veel langere dag. Uiteindelijk lijkt het wel. Ja, omdat Terwijl er je minder te doen is. Ja, maar ik denk dat het komt omdat je er zijn meer alleen, er zijn evenveel bands of meer bands, maakt niet uit. Maar op een één locatie, dus je gaat al sneller naar meer dingen kijken omdat je maar een minuutje of twee minuutjes moet wandelen tegenover in de stad. Kun je toch altijd wel vijf minuten uit de zaal komen, overleggen waar we naartoe moeten gaan, tien minuten stappen, eer dat je dan een nieuwe zaal binnen bent. Zijn we nee, toch het had al... gewoon eerder te maken met het feit dat we met veel meer mensen waren. Nu hadden we gewoon heel compact met twee mensen. We ja. We veel actief. Dat is ook wel werk gaan. Ja, we hebben eindelijk eens gewoon een, ons plan kunnen volgen. Ja, we hebben twee dingen weggestreefd volgens mij in dat zit Ja, maar wel weg... een heleboel extra ja. erin gezet. Ja. Dus. Uh, in deze podcast nummer 5, uh, uh, nummer 39, en dan part 5, deel 5. Um, sure. Ja, want dat is deze uh, Shark Talk. Uh, hoor je Nel en mij nog? Want de rest is allemaal al vertrokken. Dus wij yeah. zitten heel rustig bij een uh, hard vuurtje. Nog uh, even. Nog, nog even, even tot rust komen voor we gaan slapen. Ja, ja, jij voordat jij gaat slapen en ik voordat ik ga werken. <laughs> um, ja en we nemen jullie weer mee zoals we de afgelopen keer ook hebben gedaan dus uh, voor iedereen die dat geluisterd heeft weet een beetje wat we gaan doen voor degene die hier instapt uh, nee ga het je niet nog een keer uitleggen luister maar het eerste gedeelte terug um, waar we je meenemen wat, uh, wat we allemaal doen um, we hebben twee dingen gedaan in de middag in ieder geval ik heb twee dingen gedaan waarvan één een conference was en jij hebt twee conferences gedaan ja um, Eentje hebben we samen gedaan, dat was de keynote interview van, uh, door Erik Korton met Jan Smeets. Ja, ja, ja. Oeh, dat lijkt echt al Uren twee geleden. dagen geleden of zo. Een nee. uur geleden, oh. en dat klopt ook, want het was om half twee vanmiddag. <laughs> um, ja, uh, Erik korton, natuurlijk bij iedereen wel bekend binnen Nederland. Uh, een van de belangrijkste radiomakers die we hebben gekend. En nog steeds wel eigenlijk, maar hij doet een... Uh, ja, andere manieren veel, veel belangrijke dingen, dat is alleen maar goed. En um, uh, die uh, interview die Jan smeet, waar hij toch uh, al lange tijd mee bevriend is, over 50 jaar pingpop. En uh, daar kwamen eigenlijk allemaal highlights en dieptepuntjes voorbij over wat er, uh, wat er allemaal gebeurd is. Het was een soort vogelvlucht, want nou, in een uur tijd kun je lang, lang niet alles bespreken. En um, ja, Erik. Uh, pakte dat eigenlijk wel redelijk makkelijk aan en uh, ging ging op de makkelijke kant te zitten om het gesprek uh, vloeiend te laten verlopen. Ja, ik um, persoonlijk niet mijn favoriete con conference of uh, panel of hoe je het ook wilt noemen. Ik weet niet goed waarom. Um, het was heel erg in mijn ogen omdat ik natuurlijk minder bekend ben met Jij bent in dit geval de buitenlander. Ja. ja. Um, voelde het een beetje aan als heel oppervlakkig en een beetje halve comedy show. Heel veel lachen. Heel, heel de tijd grapjes maken. Maar in mijn ogen een beetje op dat er niet echt iets van diepte of interessant naar boven kwam. Er nee, zat ook interviews. Er zat geen diepte-interview. Nee, dat is waar. En dat was het ook niet. En daardoor bleef het eigenlijk wel leuk en gezellig. En uh, hing er een goede sfeer bij iedereen die er, uh, die er was. En uh, wat je zegt, er werd veel gelachen om de meest stomme dingen. Maar dat is alleen maar goed, want uh, ja, er mocht ook wel een beetje. Er waren ook wat zwaardere, uh, uh, zwaardere dingen ge uh, conferences geweest. Dus dat er ook zo'n licht tussen zit, is ook alleen maar fijn. En jij dat jij dat niet leuk vindt, ja, jammer. <laughs> Um, want uh, jij bent toen doorgegaan naar eentje waar ik heb geen idee wat je hebt ge gehoord. Uh, why can't we be friends? Noemde die. En dat um, was met een uh, advocaat, een manager en een songwriter, maar ik ben ook even de namen kwijt. Um, maar dat ging over. Hoe de relatie zit tussen manager en artiest en de, het, vooral het contract tussen manager en artiest en hoe die in elkaar zitten en uh, hoe die eigenlijk te werk gaan en als er een probleem is, hoe dat dan zou kunnen opgelost worden. En, en, en waarvoor dat de manager verantwoordelijk is, tot hoeverre en tot hoeverre niet meer. Ja, ik. Uh het enige wat ik me, waar, welke bedenking ik me daar bij had, is waarom dat niet gisteren is geweest, of eergisteren of de dag daarvoor. Waarom moest dat vandaag? Was het in het Nederlands? Ja. Oké, okay. waarmee is het dan Engels tekst als titel? Dat, dat weet ik niet, dan, dan ja. moet je denk ik aan uh, Eurosonic vragen. Ja, want, want dat was een beetje. Een beetje ja, dat had eigenlijk prima gepast in, in de gedachten die, die we de afgelopen dagen eigenlijk hebben gehoord. Ja. Ja, ik weet, ik ja. heb en geen op, idee. Ik heb het Opeens alleen maar voor de Nederlanders is. Ik vond het, vind het een beetje vreemd. Maar ik denk dat iedereen er wel nut bij heeft om daarover na te denken. Ja, ik en val... zo'n keynote speech van, van, van Jan Smeid snap ik dat dat heel erg Nederlands is. Ja. Het is een heel Nederlands bedrijf, een Limburgs bedrijf zelfs. Hè? Trots op Limburg. Um, dus dan snap ik dat ook wat meer. Maar in dit geval was het iets wat, wat eigenlijk iedereen aangaat. Ja, zeker. En uh, er zat heel weinig volk. Het was dus een heel klein zaaltje dat maar half gevuld was. Welk, welk zaaltje was het? Hebben we er al een keer in samen keer uh, gezeten? Nee, ik, had er nog, okay. nog, nog, ik was er nog niet geweest. Nee. Het was ergens dan uh, van bijna, achter. Dan hebben we bijna alle, alle zalen gehad, denk ik. Ja. <laughs> twee, het was ja. back 11, Dat was daar okay. in, die in dat ja. hoekje. Dat was echt, uh, echt heel klein. Ja. Um, want er waren ook vandaag nog speeches waar we allemaal niet, uh, niet heen zijn geweest. Gewoon uh, tijdtechnisch was dat niet meer mogelijk... Of bijvoorbeeld de sena of Touring Rides en, 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 en dat allemaal. Um, en dat was heel erg Nederlands. Het ging een stukje vanuit de VNPF nog erbij. Dus het was uh, yeah, uh, een, een Nederlandse dag. En dat is ook wat Noorderslag is. Yeah. Daar staat Nederland uh, hoog in het vaandel. Of eigenlijk ja, deze vlag die waait. Uh, want uh, in de avond zijn er allemaal uh, leuke dingen te doen... in de Oosterpoort onder de vlag van Noorderslag... Uh, waar Nederlandse bands optreden. Maar ik heb nog even een interview gehad met de dames van... Um, ja, nou, kijk, en dat moet ik niet doen. Crimson? Eerst... Uh, nee, nee, nee. Ja, nu ga je echt de verkeerde kant Oh, sorry. Uh, ja, dat weet ik zeker. Uh, uh, Browns Browsing Collection. Browsing Collection. Ja, ja dat uit he. Zweden. En uh, aangezien uh, uh, zij geen bandje hadden, want ja... Uh, zij, zij speelden niet op Eurosonic, maar tijdens de Eurosonic. Dat zijn twee verschillende dingen wat je kunt doen als band zijnde. Uh, hadden ze geen bandje om binnen te komen. Dus we hebben een podcast opgenomen in de entry hall van de, de Oosterpoort. Want daar stond in ieder geval droog. Hebben jullie recht gestaan? Of ben gestaan, je daar op die... Ja, twee zijn gaan zitten en twee zijn gaan en drie zijn gestaan. Oh wow. Ja, het was een hele vreemde, uh, vreemde setting voor een uh, Shark Talk. Want uh, die kunnen jullie al vinden in, in de. Uh, in de stream. Uh, maar het is een heel leuk gesprek geworden van 35 uh, minuten. Met, uh, met, met uh, de vier dames die eigenlijk uh, de, de sprong waagden om een keer in Nederland te gaan spelen. Dat hadden ze nog niet eerder gedaan. En uh, ja, ze werden niet geboekt op Eurosonic, want ja, ze, daar, daar waren ze eigenlijk te klein voor, ondanks dat ze al tien jaar bestaan. Van um, waar Zweden. zijn ze dan? Zweden. Oh. Ja. En uh, ja, uh, tijdens. Tijdens EuroSonic zijn er heel veel kroegen die toch bandjes boeken. En dan speel je dus tijdens EuroSonic in plaats van op EuroSonic. Ja. En, uh, en dat, daar waren ze een deel van. En ze hebben vandaag, gisteren, uh, wanneer we dit opnemen, de laatste dag van het festival, hebben ze ook nog gespeeld in een, uh, in een bar. En uh, ja, ze zijn nu 19 minuten geleden als het goed is vertrokken terug naar Zweden om 16 uur in de bus te zitten om uh, dan weer uh, thuis aan te komen. Dus wij zijn gewoon eerder thuis dan hun, uiteindelijk. Ja. Ja. Je moet het er maar voor over hebben. Ja, maar ja, als je een bandje hebt, dan wil je dat. En dan uh, wil je spelen. En uh, dat deden nog heel veel andere bandjes in de Oostersport vanavond. En we begonnen eigenlijk heel uh, experimenteel. Met uh, Niels uh, Broos en Jamie Piet. Ja. Um, ja. Het, de, de, de Niels Broos is een, is een toetsenist die, die ik al langer ken. Die hele tof uh, samenwerking altijd aangaat hier altijd de experimentele kant op gaat, maar met Kuitman uh, de jam sessies vooral heel erg uh, sterk was ja, voor, um, ik kende ze niet ik dacht ik ga wel even mee, maar het was, een, ik denk wel dat het, dat het goed was maar het is gewoon niet mijn soort muziek waardoor ik het ook heel moeilijk vind om te oordelen of iets goed of slecht is ja, Maar dat is gewoon uh, meer gaan luisteren, meer dingen gaan luisteren. Op een gegeven moment filter je dat vanzelf uit. En kun je ook zien uh, aan bepaalde muzikanten. En dan is het automatisch eigenlijk goed. Die kunnen bijna op een gegeven moment geen slechte dingen meer doen. Omdat ze gewoon zo'n hoog niveau hebben. Je kunt er niks aan vinden, maar dat is dan iets anders. Maar ja. ze, kunnen niet meer, ze kunnen niet iets slechts doen. Wel ja, ja. Ik, ik, vond, ik heb het sowieso moeilijk met um, zo meer experimenteel-achtige muziek. Um, dat vind ik altijd heel moeilijk om naar te luisteren. Zeker zo improvisatie, jazz of zo. Da, daar moet ik echt uh, mijn best voor doen en wakker voor zijn en klaar voor zijn. Um, en dat was je allemaal vandaag niet. Nee. <laughs> um, en uh, dan gingen we dan niet naar een nieuw experiment, maar wel naar een nieuwe act. En ik meen altijd dat het Stien zou zijn. Of S10, Maar het is nou dus echt S10 en iets Stien wat mij een beetje verbaast. Ja. Uh, een, een hele jonge, 18-jarige uh, rapster. Dit gaat heel erg vreemd klinken, maar ik dacht dus dat het s was. s -10. Ja, ja. Nee. Het is, een, het is een, 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 een opkomend talent en daar gaan jullie uh, luisteraars vast nog heel veel van horen. Ik hoop het tenminste, want zij maakt echt andere rapmuziek dan dat de, dat de gemiddelde rapper op dit moment in Nederland maakt. Waardoor ze misschien wel een beetje uit, buiten de boot valt, omdat het inderdaad heel anders is. Maar uh, het is zo onwijs goed dat, uh, uh, dat ze wel gaat opvallen. En het heeft misschien wat tijd nodig. En, en dat heeft Ares, waar we daarop op uitkomen ook. Um, maar ze doen in de, in de hip-hopwereld echt even iets anders dan het, uh, dan het standaard rietje, wat we op dit moment uh, veel gehoord hebben. Ja, ja, opnieuw niet helemaal mijn soort muziek. Dus... Ja, die zin ga je nog heel veel mens, uh, horen, mensen. Echt ongelooflijk hoeveel dingen je niet leuk kan vinden op zo'n zo avond, het is echt. Ja, je vond heel veel dingen niet leuk. Ja, nee, nee, ik vond het niet. Nee, er is een verschil tussen. Ja, niet leuk en het iets niet goed leuk vinden vind. en iets dat niet je ding is. En nee, dat is hetzelfde in Nederland. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, je kunt dan iets niet goed vinden of iets niet leuk vinden. Dat zijn nog wel twee verschillende dingen. En toen viel het een stilte. <laughs> Want uh, Wat wel heel leuk was, vond ik, was maar alleen het bakker. Dat was in die uh, patio. Uh. Ja, dat was prima. Dat uh, was een, uh, of dat is, zo moet ik het zeggen, um, een Singer Songwriter die in haar dialect zingt, in het Gronings. En dat klonk, het klonk zelfs een beetje. Op een gegeven moment dacht ik, het is gewoon een beetje een oertaalachtig. Iets. Ja, ik vond, ik vond het ook echt heel raar. Ja, maar dat, dat... Dus is het nu Nederlands of is het nu een andere taal aan het zingen? Ja, nee, het was dus Gronings. Maar het leek meer op een, op een oud -volk volkstaal dan, dan Gronings. Maar ik ken natuurlijk heel Gronings niet. Dus dat, uh... maar, was, maar ze viel daardoor op en het was heel, heel sfeervol. En heel, uh... Ja, sowieso, die, die locatie die patio is heel tof. Alleen, het was even zo waar die lach. Ja, Um, ja, we zijn toevallig ook bij Van Common, Van Common, voorbij gelopen, maar daar heb ik echt helemaal niks over te zeggen, jij wel. Welke was dat? Ja, die stond in de entry hall. Daar kwamen we toevallig langs op weg naar Mal eh, Marlene. Ja, zie dus je je met, niet. Met, met, met die um, gast met zijn blond ja. middellang haar. Ja, dat. ja dat, dat, was, dat vond ik ook niet zo uh, niet tenderend. Nee, wat ik wel uh, leuk vond, maar ook wel weer is dus ook een aantal keren gedaan was J Way um, ja. een een mix tussen tussen hip hop en en soul en, soul en uh, vooral heel veel liefde. en um, nou het leek een beetje op de Typhoon met band uh, de extra rapper MC had niet gehoeven want J zo gewoon was echt uh, echt heel tof en dat een beetje eigen ontwikkeld daarin ondanks dat het wel al, al, al een aantal keren gedaan is ja ik ik, ik vond uh, hen best best wel leuk ze hadden er zat vooral veel energie in ja zeker dat uh, ook wel werkte um, ja alleen dat ik, ik heb ik had het nog ook nog niet eerder gehoord dus ik, ik ben benieuwd hoe, hoe dat opgepikt zou worden door uh, door de rest als dit echt een hit kan worden of tot dat uh, een beetje op de achtergrond blijft en één keer een leuke leuke Theaterseizoen of een leuke festivalseizoen heeft en dan, en dan, en dan weg is. Uh, iemand die al veel langer meedraait, of niet heel veel langer, maar Ares. Um, ja, het was eigenlijk de eerste keer dat de zaal goed, goed vol uh, stond. Yeah. En uh, ook heel warm werd. Um, ja, ik was er echt, echt aan het doodgaan van de hitte. Ja, het was niet heel Lisa. handig. Je had echt wel een, een iets groter plekje mogen hebben, want Ares is echt al een beetje een gevestigde naam aan het worden. Uh, ondanks dat hij toch wel een uh, ja, hele jonge uh, rapper is. Uh, um, ja, wat moet ik eigenlijk over hem zeggen? Degene die de, de plaat nog niet geluisterd hebben, hij is vorig jaar uitgekomen. Ga die zeker checken, want het is uh, zo'n nieuwe stijl van hip-hop maken. Uh, wat hij eigenlijk, eigenlijk allemaal onder eigen beheer doet. En dat, uh, dat komt heel goed tot zijn recht. Ja, ik. Um... Ik vond, ik vond het ook goed en ik vond het grappig dat er ook heel veel jongeren waren. Echt, zeg maar, leeftijd 14 tot 18. Ze stonden allemaal, Eerste Rijk kenden elk nummer, mee zingen. Ja. Daar stond ik uh, van te kijken, omdat ik uit België hem niet kende. Hij heeft wel in België gespeeld. Hij heeft zelfs op de dag gespeeld dat Epica ook in België speelde. Uh, en nog beter gezegd, uh, het was ook nog eens een keer in dezelfde zaal. Alleen hij had het bovencafé. Uh, uh, was de tricks en uh, heb ik daar ja. beneden, ja. Uh, waardoor ik een beetje aan het twijfelen was. Misschien moet ik heel even boven gaan kijken, maar ja, dat kun je natuurlijk ook niet maken. Um, maar ja, de, uh, hij, is, hij is lekker bezig en ik denk dat we hem op heel veel festivals gaan zien deze zomer. Want uh, met die nieuwe plaat op zak kan dat ook prima. Uh, iemand die we hopelijk niet al te veel gaan zien, sorry dat ik het zeg, maar Kita Mineiro, dat zocht echt. Kant nog wel ja, welke, welke was dat ja, nu? Ja, ook, ook weer zo'n bandje wat inderdaad op, uh, op de entry hall uh, locatie uh, mocht spelen. Waar we ook even voorbij zijn gelopen. Maar het was, uh, was weer gewoon zo'n standaard 3FM bandje. Ja, je kunt heel weinig zien. Het is een klote foto. Ja, kan dat kan ik, ik echt niet meer herinneren. Nee, ik, uh, ik uh, zou het je aangaan om ook niet meer terug op te zoeken. Um, ja, sommige 3FM-bandjes, dat klinkt heel stom, maar, 3, 3FM, maar daar kwamen ze wel voor, uh, altijd voorbij. Gewoon zo'n standaard in die bandje, dan een beetje rockmuziek probeert te maken. En, uh, leuk. Ja. Dat doet, dat... Was dat niet die, 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 die band met die... Blonde gast? Nee, dat was de andere. Oh. Ja. Um, nee, het was gewoon niet, uh, niet interessant. En uh, wat wel heel erg interessant was, en dat stond weer lekker in die zweetzaal, was voor I Am King. Ja. Want... Uh, ja, de podcast daarover kun je terugluisteren. Die staat, uh, we hebben een tijdje geleden opgenomen met, uh, met een aantal heren van de band. Um, ja, die hadden even een showcase georganiseerd. Hmm. Dat uh, zat top in elkaar. Helaas moesten wij eerder weg. Um, maar uh, op, nog voordat uh, de show begonnen was, kwam er een mysterieuze Nee, hoe noem je het? Een mysterie Mysterieuze. Een mysterieuze gast. Um, van de cover, zeg maar, van de nieuwe plaat Eye. Ik ga die zeker checken, mensen. Uh, langslopen, die keek mij een beetje heel vreemd aan... en haalde uit zijn binnenzak van zijn gewaad... Een Flyer, <laughs> ja, en ik stond erbij, en ik heb dus dat helemaal gemist. Ja, maar ja, ineens een... stond je daar met die flyer en was je van ja, kijk goede promo. Ik dacht, ja, ja. gewoon een flyer hoor. Ja, ik zie kunt... niet in wat er speciaal ja. aan is. Ja, je kunt ook gewoon niet opletten op z'n dag, <laughs> nee, of je let wel op en je ziet gewoon tot voor hem ging dat het gewoon heel slim heeft gedaan door zo'n gast gewoon verkleed te laten rondlopen en gewoon een flyertje van een cent te je te geven, waardoor je toch weer denkt, hé, hey, misschien moet ik even in dat zaaltje gaan kijken. Had hij mij niet hoeven te geven, want ja, ik ging toch wel kijken. Uh, maar leuk gedaan. En uh, de show zat goed in elkaar, wat we hebben gezien. Het ging hard, het ging luid en dat doen ze goed en dat moet ook, want we hebben heel weinig metal gehoord op deze avond. Eigenlijk helemaal anders geen metal. Ja, um, um, dus, ja dat, dat mag meer. Volgende keer meer metal. Want we hebben in Nederland echt wel goede Nederlandse bandjes die uh, metal spelen en ook gewoon toren moeten zijn op zo'n Eurosonic-noorslag ja en ik vond um, ik wist natuurlijk opnieuw niet waar we naar gingen kijken maar uh, ik kende ze niet en um, ja, ze waren zo wat aan het opstellen en ja gasten weet je wel vrij groot baard prima en daar liep een meisje tussen glitter shirtje aan uh, klein meisje bril op weet je ik dacht dat zal er wel de manager zijn of weet ik veel wat nou, en dan, nou, dan wat, begon ze wat te een zingen. vooroordelen zeg. Man. Ik weet het, ik weet het, maar daar ging dus mijn hoofd naartoe. En toen begon ze te zingen, dacht ik: holy shit. Alma is holy echt shit. een superlief mens. Ze is echt super aardig. Ze is super, super goed vocalistisch gezien. En ze, uh, ze snapt hoe de business werkt. Ze valt op door inderdaad um, anders te doen dan anderen op ja. het podium. Wees blij tot ze een glitterpakje aan had, ja, want ik... soms loopt ze in een burgerpakje, en dat bedoel <laughs> ik echt een hamburgerpakje, uh, met Heinz ketchup erop. Oké. Okay. Ja, want dat valt ook op. Ik weet niet waar ze dat ook weer vandaan had, maar uh, het viel op. En dat doet ze goed. En daar valt die band op. Maar uh, muzikaal gezien staan ze zover uh, boven de rest inmiddels, uh, tot, uh, tot ze lekker moeten door blijven groeien en door moeten gaan en vooral buiten Nederland wil optreden. Want daar is zo'n zo grote markt voor. Ja. Yeah. Waar uh, geen grote markt voor is in het buitenland, sorry... maar wel een hele grote uh, markt in Nederland en België... is Young Islands. Ja. Yeah. Uh, half naakt op een podium. Yep. Dus de meiden vonden dat prima. Ik kwam daar toch echt voor zijn geweldige, briljante teksten... die nergens op slaan. Iets met een vis en iets met uh, vast wel weer een Rolex... zoals de meeste rappers op dit moment... Uh, over uh, rappen. Um, maar zijn EP van vorig jaar en zijn mega grote hit, waar hij op het podium nog even een grote plaats voor uh, uitgereik uitgereikt kreeg. Mm -hmm. oh, niet te snel praten, dan hoef je niet te struikelen. Um, ja, die show ging hard. Gewoon echt heel hard. En dat is tof. Ja, ik, uh, ik ben het met je eens. Ik vond... Uh... Maar jij liep weg. Ja, ik had het weer te warm. Ja, dat is jammer. moet ja. ook warm zijn, dat zijn feestjes. Ja, maar ik, ik, was, ik, ik heb vandaag echt bij die ene zaal, waar we het daar juist over hadden, en bij die zaal, echt gewoon gehad dat ik licht in mijn hoofd werd van de hitte. En dat ik zoiets had van, ik moet echt even eff, eff, naar buiten. Ja, nou, wie in een niet uh, heel klein zaaltje stond, was... Uh ik kan het nog steeds niet uitspreken sorry maar Django Macroy um, een hele soulvolle zanger die een nieuwe platen uh, nieuwe liedjes kwam brengen en uh, ja hij weet zich steeds beter uh, te vinden op een podium en steeds meer eigen sfeer te creëren F met volledige band inmiddels uh, extra backing vocals uh, de beste twee uh, ja hoe moet je het zeggen uh, de trom trompet- en saxofonist van Nederland uh, stonden daar. En uh, ja, die show, uh, die show gaat echt dadelijk uitverkopen in iedere ja. zaal waar hij gaat spelen. De zaal stond ook echt bomvol. Ja, had ik niet verwacht. En het was al een heel grote zaal. Uh, ja, ook dat nog eens een keer. Veel mensen die konden zitten, veel mensen die konden staan. Ja. Uh, en, en dat telde aardig op. Het was niet de, niet de grootste zaal. We zijn in de hele grote zaal namelijk niet geweest. Nee. En dat vind ik echt wel positief. Want uh, da daardoor laat we maar zien hoeveel diversiteit er uh, uh, overal anders is te vinden. En waar je ook uh, naar kan kijken. En je hoeft niet nog een keer naar Rondé. En je hoeft niet nog een keer naar... Uh, uh, ik denk dat Ronnie Flex heeft opgetreden. Omdat hij natuurlijk de prijs heeft gewonnen. Gefeliciteerd Ronnie Flex. Maar die hoef je niet nog een keer te zien. Want die heb je al dertig keer gezien. Ja. Um, um, maar... Ja, Django doet het gewoon heerlijk. En het is, ja, top gast. Hij heeft, hij heeft zo'n eigen stem, zo'n eigen werk gecreëerd. En um, dat staat eigenlijk een schilcontrast contrast met Idili. Ja, Idili heet hij volgens mij. E-D-A-L, I. Um, die kwam echt binnenlopen op zijn uh, hele dure schoenen. Waar de meiden langs mij aan het schreeuwen waren Ik wil die schoenen! Maar verder kwamen ze ook niet. Uh, volgens mij is die gast één hit... Terwijl hij met heel veel mensen al heeft gewerkt. En ja, inderdaad, jij kijkt me nu heel vragend ja. aan. Je kunt me wel vragend aankijken, maar dat zien we die mensen in de podcast niet. Um, dus dan moet ik dat nu eens extra benoemen, om dat toch wat meer context te geven. Het is zo niet interessant, mensen. Young Alice is echt de shit. Uh, Boef is geweldig. Uh, maar dit sloeg echt nergens op. Gewoon... Ja, ik denk dat ik bepaalde optredens gewoon niet heb opgeslagen in mijn hoofd of zo, want ik kan het echt, echt niet herinneren. Ja, ik, ik uh, wel. Het, uh, de, de, de meiden langs me die waren aan het gillen om, om echt alleen om die schoenen. De jongens die er oh, stonden. Oh, jawel, jawel, jawel. Die, um, ja, die, jawel, jawel. Ik ja. herinner het me. Met Er stonden inderdaad drie meiden langs je. Ja. ja. En, uh, ja, jij ja, weet ik niet. Uh, het zal vast wel leuk in de clubs werken, maar uh, zet het ook niet op al te veel festivals, want uh, het is zonde van je geld. Um, wie niet zonder van je geld is, en uh, die moet je op heel veel festivals neerzetten, want zij kan overal spelen, is uh, Judy Blank. Ja. Dat vond ik ook echt heel goed. En het eerste wat ik dacht toen ik haar ja, zag was echt van, meid, ga de theaters in. En ga dat Nashville-verhaal wat je aan het vertellen bent, maar dan een beetje half bakken, want je sprong van links naar rechts. Ja. Uh, Werkt dat uit? Zorg dat dat een beetje een gooide draad wordt. En ga er een heel mooi verhaal met liedjes maken in de theater. Ik hoop dat je dat doet. Ik weet niet als je dat doet. Ik heb je nog helemaal niet opgezocht, maar dat ga ik zeker wel doen. Um, ja, dat klonk. Dat klonk vooral heel goed. Dat zat lekker in elkaar. De liedjes waren vrolijk. Het was een beetje een mix tussen Eels de Lange en Miss Montreal. Uh, in ieder geval hè, de energie van Miss Montreal en liedjes van Eels de Lange, wat gewoon bij de best of wilde is. Um, ja, ik, 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 het enige wat ik wel moet opmerken, was niet, niet richting haar of zo, maar um, omdat ze tussen de liedjes door heel veel vertelde over waar, ze de, waar de muziek vandaan kwam of, of, of hoe ze inspiratie had gevonden voor een nummer te maken, dat um, de zaal niet heel stil was. Vanachter was er echt heel veel gepraat, terwijl ze daar verhalen aan het vertellen was. Ja. Waardoor het een beetje ja, leek alsof niemand aan het luisteren was naar wat ze te vertellen had tussen de nummers door. Ja, maar dat is ook een beetje een showcase festival. natuurlijk. Ja. Uh, je, je komt daar om gewoon even snel dingetjes te kijken. Je bent bezig met andere dingen. En uh, te storen, na check je even het bijntje wat je wilt boeken in deze zomer. En dan uh, te storen doe je business met andere mensen. Blijkbaar is dat belangrijk. Um, het is ook geen standaard festival. dus... Uh, dan krijg je ook het feit dat bijvoorbeeld Ten Times a Million er staat. Een, een act die je normaal niet snel zou boeken. Ja. Ja, weer, je kunt weer een gezichtsuitdrukking doen. Nog steeds de mensen zien in de podcast. <laughs> uh, uh, jij vond het heel leuk en ik had echt zoiets van dit bandje. We hebben al dertig keer gehoord. En dat is ook zo. Ja, uh, die, maar ik ga, ik ga niet ontkennen dat het... Zeg maar... Niet origineel is en niet origineel te zijn en dat het vrij ja, er zat niet echt heel veel in Er zat uh, heel weinig in, zelfs mensen, um, maar wat ze deden. Maar ik vond ze leuk. Ja, ik vond om een of andere reden kreeg ik er toch ergens energie van en zag ik dat ze wat aan het proberen waren en en het nog niet helemaal strak zat en. Maar, er, ergens... maar dat, bedoel, we hebben AP en de P gezien. Ja. En dan zet je dan dit tegenover. Ja, tuurlijk. Maar en dan denk doet... je, het staat echt. Het slaat het niet het, het mee. Het is gewoon weer niet af. Had nog gewoon een jaartje gewakt, had gewerkt, had gespeeld. Want voor mijn gevoel stonden ze echt voor het eerst keer op een podium. Wat niet waar is, want de gitaristen deed echt top. Uh, de drummer trouwens ook. Maar die zanger. <laughs> Welke van de twee gitaristen? Uh, alle twee deed dus het goed. Ja, ik, vond, ik stond voor um, die gitarist rechts. En ik zat gewoon meer naar hem te kijken dan naar de zanger. Ja, maar ik... nadat daar was er toch geen lampje op hem stond? dat dus nee. foto was niet handig. En hij keek oh, ook, ook echt Ik heb veel foto's gesproken. Shit. Ja, nee, dat komt daar wel weer. Um, en ik keek ook echt na, na, naar hem. En weet je, het is geen gitarist die. Um, Heel ...de hele tijd met zijn eigen gitaar bezig is. Want soms, soms vind ik dat gitaristen heel erg zo in Heb zichzelf... Je nou over degene met de rode gitaar of met de zwarte gitaar? Die, die met de, de bruin, ja, zwart, die. die. En um, gitaristen heel veel met, met hun eigen gitaar... ...en zo wat in zichzelf gekeerd op mijn podium staan. En hij keek echt meerdere keren mij aan... ...omdat ik gewoon van, van voor stond. Ja, je viel om tot je bijna sliep. Ja, Dat is het meer. Hij Nee, hij keek me echt meerdere keren aan en lachte. En, en ja, ik gaf blijk van, ik vind het fijn dat je staat mee te dansen hier. En dat is, vind, vind ik ook gewoon belangrijk in een, in een band. Dat je ja. niet een show opvoert. Voor mij staat toch wel we als eerste, het muziek, het muziek moet goed zijn. En dan moet het plaatje goed zijn. Ja, maar en dan, dat dan moet je ook een dat je best doen. Niet. Iets met, met alles wat we geleerd hebben in de eerste lessen bij onze favoriete leerkracht die, die we maar een half jaar hebben gehad. Ja. Um, maar wie alles wel goed doet, in mijn ogen, en die wel origineel is, en dat ook eens een keer knijterhard dit festival afsloot, was wat een boom. Ja, ik, heb, uh, ik ben halverwege ingeschakeld. Ja, maar dat maakt niet uit, want je, was in half, je had maar de helft van de tijd nodig om het overtuigd te raken. Ja, ik vond, ik vond het ook heel goed. Ik vond het een perfecte afsluiter ook gewoon. Ja, en ik had ze liever in een zaaltje gezien dan in, in, in deze locatie. Ja, ik vond. Want er... dat is een hele kille, kille omgeving. Ja, daar niet alleen van, want ik, um, ik sloot dan wat later aan, zeg maar. En je kon heel moeilijk langs de zijkanten nog ergens naar voren haken. En ik dacht, ik blijf gewoon lekker van achter staan. Heb ik de plaats om te dansen? Maar dat was ook niet het geval, want er was dan een hele stroom mensen die al naar huis gingen die ook gewoon per, precies op die plek voorbij aan het lopen waren. Dus ja, je werd de hele tijd... Je had, gewoon, je had gewoon eerder bij, die, bij de andere band moeten weggaan. En dan ja. had je gewoon, vooraan was gewoon genoeg plek om bij te zijn. En er stonden heel veel mensen die de dansen daar. Dat werd ook goed op camera vastgelegd. Want er stonden behoorlijk wat cameramensen. Uh, en op het podium werd ook uh, vol gedanst. Ja, ik heb de band al een keer eerder gezien en ik was toen al overtuigd. Ze hoefden me dus niet te overtuigen van hoe goed ze wel zijn, hun, hun nieuwe plaat. Knalt ook gewoon lekker vaak door mijn speakers. Het is een heel aparte sound die ze hebben. Um, die wordt geproduceerd. De, de actie die op het podium staat uh, staat daar eigenlijk los van. Uh, zij voeren enkel uit. Dus ik heb eigenlijk uh, wat extra, wat meer gelet op, de, op degene die ook daadwerkelijk de muziek op het podium op maken is. Want de, de, de zangeres en de, de, de danser op het podium, uh, die weet ik inmiddels wel. Ondanks dat ik ze pas één of twee keer heb gezien. Um, maar die was zich helemaal aan het uitleven. Die had gewoon een half elektronica setup. Had hij. Een ja, laptopje, toetsen, een, een elektronisch drumstelletje, drumstel, zo'n zo, zo pad zeg maar. En een live-bas. Dat vond ik het Ja, dat was die gast met zijn dretloog. Ja, exact. Ja. En die was helemaal uit zijn plaat. Ja, alles wat hij aan het echt... doen was. En ik denk, ja, dat, 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 misschien dat er voor mij nog, misschien nog net iets meer live-elementen in mogen zitten. In die hele show. Tot hij misschien nog echt een drumstel heeft. Of troms of zo. Waar hij vol mee kan, kan losgaan. in plaats van op een plaatje te slaan. wat toch het geval is in het geval. Ja, maar het, het, het leek niet alsof hij zich daaraan stoorde. Nee, hij niet. Ik, ik stoorde me aan. Waarvan ja. ik denk gewoon. Het, de, de, nog een extra live element. Zou, zou, zou de show goed doen. Want anders is het echt gewoon. je bent heel afhankelijk van de twee mensen die vooraan staan. Ja. En um, de zangeres is op een gegeven moment ook. daar ben je ook wel op uitgekeken. En de, en de danser op een gegeven moment ook. Ja. Die, die, ja die nou, wereld. ik vind, ik vind het uh, voor de eerste keer als je kijkt. Ik dacht dat er twee danseressen waren. En blijkbaar was het één danser ook. Bij. Ja. Nee, Jake uh, is, is geweldig. Hij heeft een uh, attitude. Hij heeft letterlijk heel veel over zich heen gekregen en negativiteit ook omdat hij zo eruit ziet. Of in ieder geval zo uh, present is op, uh, op stage. Uh, ik vond het juist leuk. Ik vond het. Ja, maar niet iedereen kan er tegen tot, tot je uh, uh, zo aanwezig bent en zo kleedt en zo doet. En die maniertjes op een podium laat zien. En sommige mensen, zeker als ze dronken zijn, uh, uh, keren je dan tegen je. En zeker als je een beetje in de boeren dorp staat. Uh, hier was iedereen natuurlijk helemaal mee met de muziek. Ja. En, dan, en dan gebeurt er ook helemaal niks. En dat, uh, dat uh, kwam de sfeer eigenlijk alleen maar ten goede. Ja, iedereen was mee aan dansen. Ja. Iedereen amuseerde zich. En iedereen was ook al gelukkig heel ver heen. Ja. Dus die, uh, die afsluiting uh, was top. Iedereen heeft genoten van een geweldig festival. Voor ons de eerste keer. Ja. Wat, zijn jouw, uh, wat is jouw conclusie? Mijn conclusie is dat het echt de moeite waard is. Dat je heel veel kan zien. Heel leuke dagen kan hebben. Um, maar dat het ook vooral heel vermoeiend is. En uh, mijn conclusie is vooral... Uh, ik wil uh, vast nog wel vaker daarheen. Ik weet niet als ik dat met acht uh, podcastopnames wil doen. Dat waren... Uh, enfin, ja, zeven. We hebben er nu vijf gemaakt. zijn is erbij. Nee, acht. Ja, <laughs> het waren er maar acht mensen. Uh, ik weet niet als ik dat nog, uh, nog zou willen doen. Um, maar uh, ja, komt maken. En waarom dan dan niet? Gebrek aan tijd? Of? Ja, want ja, ik had toch wel iets meer slaapuren wel kunnen gebruiken. Uh, ik denk dat morgen morgen lam op mijn bank ga, ga lopen hangen. Uh, wat niet erg is, want ik heb morgen nog redelijk vrij ingepland. Dan is dus mijn dagje minder studeren. Wat ook prima kan, want het belangrijkste examen is een anderhalf week later pas. Um, ik denk dat, uh, dat uh, Eurozonic slag zo belangrijk is tot... Um, een aantal mensen er ook gewoon niet meer heen moeten. En dat zijn vooral de mensen die een ticket kunnen kopen, die gewoon, gewoon een los ticket kunnen kopen. Die vind jij dat die daar niet heen moeten? Ja, ze, niet tot ze in de weg lopen of zo. En ik snap dat het een businessmodel is, maar uh, een, een focus en wat meer gecentreerd op inderdaad echt alleen maar de muziekbusiness zou goed zijn. En ik denk met zelfs dat misschien de Oosterpoort een centrale rol moet spelen, zeker in het avondprogramma. Omdat natuurlijk in de, de rest van de dagen heb je alleen maar de conferences overdag. Ja. En daarna ben je er niet meer. Dan ga je de, de stad in. Mm. En de stad is zoeken naar de juiste plekjes. En dat heeft uh, ons behoorlijk wat moeite gekost. We hebben ook een aantal dingen gemist die we misschien wel hadden graag hadden willen zien. Ja, nou. um, en tot de stad op zichzelf kan leven met inderdaad gewoon de bezoekers. Want dat je dan een, een open air organiseert waar gedeeltelijk bezoekers en gedeeltelijk uh, conference uh, mensen heen mogen. En dat is dan weer een speciaal balkon waar je dus uitgesloten wordt en dan in een barren die uh, twee rijen kent. Eentje voor de gewone bezoeker en eentje voor, de, voor degene die de conference doet. Um, datzelfde geldt voor de Grand Theater. Ja. Um, het wordt zo'n beetje zo van: oh, maar ja, jij hebt betaald, dus jij mag alvast binnen. En de anderen moeten wel lekker in de kou blijven wachten. En ik vind dat niet mooi. Ik vind het, weet je, of we doen het allemaal samen en iedereen, het is voor iedereen toegankelijk. Of je betaalt gewoon voor een ticket en, uh, ja. en, en je mag dan binnen. En nu was het een beetje zo'n mengelmoes. En dat, 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 je, dan kom je met een, met een andere mindset de venue binnen. De ene gaat gewoon stappen en de andere komt om te werken. Ja, en ook een beetje het gevoel dat jij boven de, het, de rest staat omdat jij dan voorrang hebt en jij langs een andere rij binnen ja. mag terwijl dat dat echt gewoon niet het geval is. Dat maakt echt helemaal niks uit. Nee, je gaat uiteindelijk naar hetzelfde concert ja. kijken. En 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 het is alleen maar goed tot er zoveel dingen te doen zijn. Laat me laat me dat duidelijk zijn. Maar misschien zou je gewoon kunnen zeggen van oké, okay, de oosterpoort is gewoon iedere avond Alleen maar open voor de conference mensen. Daar worden ook showtjes gegeven. Daar kan misschien zelfs uh, dagthema's op, uh, op uh, landniveau zijn. Hè? Want we hebben natuurlijk heel veel Czech Republic gezien. Ja. Die waren met een grote stand. Uh, zet dan gewoon één avond alleen maar van dat soort bandjes in uh, uit alle genres in de Oosterpoort neer. En heb daar gewoon een leuk feestje. Thematiseer dat leuk. Pak dat leuk aan. En op die manier... Uh, kun je iedereen in de conference ook in de Oosterpoort houden, waardoor je ook allemaal kan be blijven betalen met je bandje. Ja. Wat ook wel fijn is. Want als je dan de ene keer de kroeg in loopt, betaal je weer met iets anders. En de andere keer moet je pin-only, de andere is het cash-only, de andere keer is het bandje-only. En dat is heel verwarrend als je eh, als, als, als ja, congresganger eigenlijk rond aan lopen bent en gewoon bandjes wilt ontdekken. Ja, want bijvoorbeeld vandaag vond ik het wel chill dat het in de Oosterpoort was, alleen maar daar omdat je veel makkelijker bij iets binnenstapt en veel makkelijker zoiets hoort en denkt oké, okay. maar in de stad is het, je moet echt een plan hebben, je moet wel ergens iets hebben van die wil ik zien en die wil ik zien en zover moet ik daarvoor lopen en dat opzoeken. Ja, en, en dat was de tip die, die we vanuit Danny kregen natuurlijk op voorhand, uh, leen een fiets, vuurfiets een fiets vooral. Jatten hem vooral niet, maar uh, 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 huur huren een fiets en, en dan kun je veel meer dingen zien. Ja, ik heb ook geen zin om die hele stad door te crossen en dan mijn fiets kwijt te zijn aan het eind van de rit. Ja, vooral omdat er zoveel volk overal op straat loopt, dat ja. fietsen ook gewoon niet bijna sneller, geen optie ja. is. En dan moet je hem ook nog eens gaan parkeren in hopen van andere fietsen dat er overal rond slingeren. En ik ben er niet zo goed in, daarom heb ik een hele duidelijke auto. Hoop ik altijd. <laughs> Liefst wil ik dan een hele grote sticker op plakken, zodat ik in ieder geval weet dat het mijn oud is. Um, maar dat, maar dat, dat zou mijn enige comment zijn. En dat zal vast een hele goede reden zijn om op, op deze manier cross-over platform uh, manier te doen. Want je wilt natuurlijk de hele binnenstad erbij betrekken. Maar die binnenstad, die organiseert zich blijkbaar wel goed. Die hoeft niet per se dat label van Eurosonic te hebben. Denk ik. Nee, want er waren echt heel veel site dingetjes. Ja, exact. Want we hebben een topavond gehad In de Dogs Bullocks. Ja. We hebben een hele zweterige, rokerige avond in de benzinebar gehad. Ja. We hebben een hele leuke meeting gehad in De Drie Gezusters. Ja. Waar zijn we nog meer geweest? De Grand Theater hebben we wel leuke shows gezien. Ja. Zowel hip-hop als metal, dus lekker, lekker uitgebreid. Um, ja, maar ik, ik, uh, ja, dat gaat alle kanten op. Ik dacht ook nog vandaag en gisteren van. Eerst, voordat ik naar hier vertrok, dacht ik: van, Oh ja, als ik, stel dat ik het heel leuk vind, dan moet ik volgend jaar een ticket kopen. Maar nu heb ik ook zoiets van: Ja, ik kan gewoon volgend jaar naar Groningen komen tijdens Eurosonic. Helemaal geen ticket voor Eurosonic kopen. Want oké, okay, dan kan ik de conferences niet meedoen. Nee. Maar het, is, het blijft een, een superleuk weekend. Want je, overal in de stad is er heel veel volk. Dus er zijn heel veel plekken waar je wel binnen kan zonder een ticket voor Eurosonic te hebben. Dus ja, ik, ik, ik wed dat je een even leuke tijd gaat hebben. of je nu dat ticket hebt of niet. Inderdaad. En dat is ook uh, het, hetgene wat het advies eigenlijk is. Ga gewoon naar, naar Eurosonic Noorderslag. Slag. Ga gezellig met je vrienden boeken uh, een huisje. Want daar hebben we ook heel leuk gehad. Uh, en uh, ga gewoon. Uh, ja, duik, duik Groningen in eigenlijk. Ja, en, want zoals ze het zelf zeggen, er gaat niet over Groningen. denk niet maar. dat je je helemaal niet gaat, niet gaat amuseren in Groningen of helemaal niks gaat meekrijgen van het festival, omdat je geen ticket hebt dat is gewoon helemaal niet waar, want je kan bepaalde dingen niet zien, of je, je gaat voor bepaalde dingen langer moeten aanschuiven dan anderen, en je gaat de panels niet zien, maar als jij daar gewoon bent voor een fijne festivalavond dan kun je perfect daar naartoe gaan zonder een ticket te hebben inderdaad, en je kunt een hele leuke avond hebben, maar dan kun je volgens mij altijd wel in Groningen en uh, het is een studentenstad natuurlijk, dus uh, van allerlei dingen mogelijk. En uh, ja voor ons, denk ik denk, het enige wat we kunnen zeggen is thanks aan PXL... tot we hier uh, als derdejaars uh, mochten zijn. Ja. En uh, tot, uh, tot het toch ons uh, ogen heeft, heeft geopend voor uh, bepaalde mogelijkheden. Maar ook wel uh, op de realiteit heeft gedrukt op een uh, aantal dingen... die gewoon niet realistisch zijn zoals zij het voor hebben gespiegeld. En dat is niet erg, want ja, de, de, de maatschappij verandert en de uh, mogelijkheden veranderen. En muziek zien blijft in verandering. En daarom is zo'n congres ieder jaar belangrijk om, uh, om te organiseren bij te wonen en, uh, en mee te praten. En dan uh, sluiten we het daar ook mee af, want uh, ik heb mijn stream alvast opengezet voor de UFC. Want ja. die ga ik nog even kijken. Maar volgens mij heb ik een van de leukste partijen al gemist, maar dan ga ik daar nog eens terugkijken van. Um, en ik ben uh, klaar voor bed. Ja, inderdaad. Het is nu uh, bijna vijf uur, dus het is ook wel goed geweest. Um, iedereen die dit geluisterd heeft, bedankt voor het luisteren. Uh, iedereen uh, die het uh, tot hier heeft uitgehouden, hè, bedankt. Um, ja, geef even feedback over hoe jullie dat vinden om zo'n zo zo festival zo uitgebreid en zoveel dagen te, te bespreken met verschillende gesprekspartners. Die ik trouwens ook allemaal even wil bedanken natuurlijk. Voor iedereen die half boerakken nacht heeft nog doorgehaald... om tot ik zei, je moet nog even podcasten. Uh, ja, ik vond het in ieder geval leuk om te maken. Ik ook. En uh, Lander ook, denk ik. <laughs> <laughs> en Tara vast ook wel. En de anderen hebben eigenlijk... Uh, oh nee, wacht, uh, An Anne heeft ook nog even meegedaan. Ja. En Amber in stilte. Ja. Ja. <laughs> um, ja, dankjewel voor het luisteren. Luister ook eh, vooral even terug als je nog niet alles hebt geluisterd. Luister ook de podcast die ik maakte met Town of Saints. Luister ook de podcast met Browsing Collection. Eh, het is allemaal rondom het thema van Eurosonic en Noorderslag. Het is allemaal opgenomen in Groningen in ieder geval. Eh, of net daar buiten, want ja, ik uh, had eigenlijk nooit gedacht. Ja. Doei.